Hoi, ik heb jullie weer een nieuwe video en weer is een Steltoon unboxing. Van de vorige heb ik geen review gemaakt, want dat is me een beetje doorgeschoten. Laat maar, je snapt wat ik bedoel. In ieder geval, de nieuwe box. We gaan hem even samen openmaken. Zoals ik vorige keer al zei, laat even weten of je een review wil. Als jullie een review willen, dan komt het goed deze keer hoor, maar... In ieder geval, laat mij weten. Dan bekijken we het even aan de hand van de reacties of er wel of geen review komt. En vorige keer kreeg ik ook te horen van, maak gewoon een review. Als iemand het niet wil zien, dan kijkt hij het niet. Dat is ook prima. Maar omdat ik van sommigen wel te horen kreeg van, doe maar geen review. Want dat, ja, sommige producten kun je niet makkelijk verkrijgen en zo. In ieder geval, laat me weten of je een review wil. Daar zit het weer in. Oeh, ik scheur die dingen ook altijd gewoon. Zo ziet het boekje eruit. En ik ga gewoon gelijk iets pakken. En dat is een groot lakje van CAT. In een prachtige kleur trouwens. En het is de kleur Superficial. En het is een beetje zo'n tielgroenige. Hij lijkt blauw op de camera. Maar het is zo'n zeegroene kleur. Leuk voor in de herfst. Ik hou daar wel van. Ik ga hem even opzoeken. Als ik weet waar die is. Als laatste natuurlijk. Ja, €9,95. En ze zijn te verkrijgen bij www.hbmshop.nl. Alles aan elkaar. En in elke box zit een andere. Er zitten 4 kleuren. Zijn er verkrijgbaar. En ik heb deze. Leuk, CAT ken ik. Heb ik zelf ook lakjes van. En ze zijn... prachtig. Iets heel groots. En heel hard. En er staat een sponge op. Een sponge. Hahaha. Sponge me staat er. Een sponge is het dus. Die zag ik, als het goed is, aan het begin. €9,95 is verkrijgbaar via www.spongeme.nl. En als sla je me hartstikke dood. Oké. Het is dus een spons die je nat maakt. Hij wordt zacht als je hem nat maakt. Je moet hem ook echt goed zacht laten worden, staat hier, want hij is echt hard. Ik ga hem even uit de verpakking halen trouwens. En dan kun je je huid of je lichaam ermee masseren. En dat is zeg maar een beetje een exfoliation gebeuren. Kijk nou. In ieder geval, hij is heel, heel hard. Dat kun je ook wel zien. Als hij zacht is, kun je hem gebruiken. En dan even over je lichaam heen. En dan even kijken. Daarna moet je hem even goed laten uitspoelen. En aan de lucht laten drogen. Dus dan kun je hem hieraan ophangen. En dan laat je hem drogen aan de lucht. Cool. Ik ga hem uitproberen. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Ik stop hem wel weer even terug in het zakje. En ik hang hem straks op in de badkamer. Dan. Wat is dit? 3 Custom Color Specialists. Oké, en het is volgens mij een lip pencil. Yes. Oké. Een lip pencil. Warm red lip pencil. Die warm red is, dat is inderdaad waar. Even swatchen. Oh, hij is heel hard. Heel hard. Is op zich wel fijn, want dan kleurt hij goed, maar hij is heel hard. Een beetje bruin-rood met een klein tikje oranje. Ik heb geen idee of zo'n kleur mij goed staat, maar dat kunnen we natuurlijk zien. Even kijken hoor. Moet ik hem wel even opzoeken. Oh hier, €15,95. Dure potloodje. Maar we zullen zien of die het waard is. Ik ben benieuwd. Ik heb geen idee. Hij is in ieder geval... De kleur vind ik wel mooi. Maar of die mij staat... Dan. Special Edition. Een lipstick in Glamour Girl. Oké. Die zag ik voorbij komen. €17,95. Verkrijgbaar via tinybeauty.com. En de lip pencil is via treecustoms.com. Oké, nou zit er zo'n idiote verpakking omheen. Dat dus. Wat ik dus niet los krijg. Maar prima.
Nou heb ik alleen de bovenkant los. Hahaha. Oké. Eens even zoeken. Hij is bruin. Oké. Hij is een beetje de kleur van de, lippenzel. Dus misschien is dat wel goed. Maar. Even spieken. Ja. Hij is. Ik denk dat hij voor mij een beetje aan de te bruine kant is. Bruin-rood. Maar ik ben wel benieuwd of hij dan heel slecht staat of zo. I don't know. We gaan zien. Ik ga hem vooral ook testen in combinatie met die lippenzel. Want volgens mij passen ze ontzettend goed bij elkaar. Tenminste op mijn hand wel. De lippenzel is ietsjes donkerder. Maar we zullen zien. Als laatste iets verpakt. Dat is altijd leuk. Cargo. En Cargo ken ik. Ik had eerder een foundation van Cargo. Die was echt te die voor. Die was echt fantastisch. Ik ga hem even opzoeken. €24. Cargo Cosmetics Medium. Wat is dit dan? Brow Defining Kit. Yay! In medium. Dat is heel mooi. Want hele lichte dingen. Brouwkitjes heb ik niks aan. Oh, hij ziet er ook goed uit trouwens. Zo ziet hij eruit. Die zit toch niet los, hè? Niet nu al. Dat kun je me niet aan. Oh, aan de onderkant zit een mini penseeltje. Er zit een klein spiegeltje in, dus je kan hem eigenlijk meenemen. En dit is hoe de kleuren eruit zien. Dit is een poeder en dit is een crème. Kan passen. Ik ben hier ontzettend benieuwd naar. Want ik gebruik nu die van W7. Ook prima. Maar een nieuwe is natuurlijk niks mis mee. Ik ben heel erg benieuwd. €24. Duur kitje. Oké, dat was het weer. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat me even weten of je... Laat me even weten of je een review wil zien. En of je van bepaalde producten review wil zien. Of dat ik alles review. Laat me even weten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.